In de finale van de beker van België staan Roeselare in het blauw en Mazeik voor de 7e keer tegenover elkaar. Beide wonnen 3 keer. In de eerste set gaat het lange tijd gelijk op, maar op het einde heeft Mazeik de beste eindspurt. 25-20 voor Mazeik in set 1. Set 2 gaat nip naar Roeselare en ook in de derde set leidt Roeselare lange tijd. Maar de West-Vlamingen laten de setwinst op het einde toch nog ontglippen. Goed blok Mazeik en Mazeik leidt met 2-1 in sets. Het verschil tussen beide teams is klein. Spelverdeler De Pestele verrast Mazeik en Roeselare komt langs zij. We krijgen een beslissende 5e set. En ook daarin is het bijzonder spannend. Mazeik krijgt bij een 14-13 stand voor de 2e keer al een matchbal. En ook nu redt Roeselare het dankzij deze smash van Christophe Hogel. En wie matchballen niet benut, krijgt even later het deksel op de neus. Unembanya slaat de bal uit en Roeselare wint voor de 7e keer de beker van België. En dat mag gevierd worden. Bij de vrouwen stonden Kieldrecht en Gent in de vooravond al tegen elkaar. Kieldrecht in het rood wint de eerste 2 sets, maar moet dan de volgende 2 aan Gent laten. In de beslissende 5e set slaat de Valkenheer bij een 14-12 stand in het net. En zo wint Kieldrecht voor de 10e keer de beker van België.